Hallo mensen, vandaag gaan we weer iets nieuws doen over water. Ik ben Marlon en ik ga Nico interviewen over water. Nico, wat weet u over water? Nou, water, dat is heel belangrijk. Daar bestaan we uit en dat is onze eerste levensbehoefte. En voor de rest hebben we ermee te maken. Er valt heel veel water. En weet u hoe die sloot daar voor Luxhuis heet? Ja, dat is de watergang. En weet u ook hoe de slootjes in het weiland zijn ontstaan? Ja, de boeren, vroeger was het allemaal moeras hier. Toen hebben de boeren geultjes gegraven. En van die geultjes er kwam veen uit. Dat hebben ze gedroogd. En daar konden ze weer van stoken. Maar die geultjes werden sloten. En de bagger die eruit kwam, baggerde ze uit. Dus het land werd hoger en de sloten dieper. En ook om het regenwater af te voeren.